Hey, welkom en leuk dat je bij de video bent. Vandaag dacht ik, voordat de video even begint... Wat is dat? Oh, god. Hey, oh! Ah, zo. Ah, hoppakee. Nou, daar hadden we toch niet zoveel aan. Voordat de video begint, boom, moet je zien. Check even of je bent geabonneerd. Like even de video, we gaan voor 3000 likes. En ben je serieus geabonneerd, reageer dan even dat je bent geabonneerd. Dus zou Max, die daar nu ergens op de grond ligt, die zal je een reactie een hartje geven. Want ik ben het een beetje zat om het altijd te doen. Dus abonneer zeker en laat het even weten in de reacties, dan krijg je een hartje. Veel plezier! Nou, oké. Ik heb zo een afspraak met de darkness, met de gang. Maar ik moet eens even pinnen. Eerst even wat geld regelen. Hallo. Hoi. Ah, het voelt zo fijn om altijd lekker te joggen zo. 200 euro, prima. Altijd dat lekkere weer, s'avonds met een mooie paarse lucht. Dan gaan wij nog een kraslot kopen, hè. Hey, wat zie je gaande? Kijk eens wat twee mooie auto's hier staan. Ah, wat een prachtige auto's. En die Luma. Ah, die heb ik altijd al eens willen monteren. Mensen vinden het vast niet erg als ik hem meeneem, toch? Vinden ze vast niet erg. Hallo Henkie. Hoi. Oké, kraslot. En gebruik. Ah, weet je wat? Dan zou ik vast niet erg vinden. Ik weet niet voor wie die is. Maar je zou het vast niet erg vinden als ik hem meeneem. Ah, hij is wel een beetje traag en hij is zwart. Wie maakt zo'n auto nou zwart? Wat is dat nou weer voor lelijke kleur? Deze auto die staat gewoon op straat zonder paasje. En we winnen natuurlijk helemaal niks. We winnen nooit wat in die meuk. Hallo? Nou, dan zou die vast van iemand zijn. Dan zou die nu gewoon van mij... Ah, deze ga ik monteren. Oh, meen je dat? Is mijn auto genomen? Is mijn auto... Oh, dat meen je niet. Oh. Oh, dan maar iemand bellen. Ik zweer als ik erachter kom wie die mijn auto heeft genakt, jongen. Zo, die zetten we lekker thuis hier neer. Ah, die is nu van ons, kijk eens. Hoppakee. Ah, hier heb ik zoveel zin in om deze te monteren. Maar dit doen we wel in de ochtend. Want ik ben nu hartstikke moe. Ah, die man of die vrouw of weet ik voor wie. Volgens mij is die auto iemand van niemand kijkers, want hij was zo alleen achtergelaten. Dat is toch helemaal niet erg? Nu is het in ieder geval tijd om te slapen. Ik ben zo moe dat ik gewoon in slaap kan... Wat was dat? Ik had er nog Mary. Nou in ieder geval. Lobby's te kijken. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. En welkom bij weer deze video. Dat zei ik net ook al. Maar we zijn vandaag gewoon weer lekker hier. Klaar om een auto te monteren. We hebben een hele speciale auto gevonden op straat. Die is nu van mij. Het is ochtend. Het is een nieuwe dag. Nieuwe kansen. Ik weet alleen niet welke persoon deze auto heeft gemonteerd. Maar hij is zwart. En hij is helemaal niet mooi. Hij kan toch... Veel mooier dit. Dus die gaan we eventjes goed monteren. Kijk eens, gaan we goed doen. Maar dat ga ik niet hier doen. Dat ga ik wel bij mijn garage doen. Dat moet natuurlijk wel bij de garage gebeuren. En hij is ook helemaal niet zo snel. Hij is super traag. Kijk nou, moet je dit zien. Hier, dit is toch niet snel. Wie wilde nou eens zo'n trage auto rijden? Is toch helemaal niks aan? Dus gelukkig is het tijd om hem te monteren. En dan gaan we hem zo een stuk mooier maken. Sneller. Auw, aan de kant. Hoppakee, daar staat hij dan hoor. Hier ben ik helemaal klaar voor. Hij wordt zo mooi. We gaan hem helemaal mooi aan het goede kleurtje geven. Kijk eens. Dat gaat zo leuk worden. Beetje groen, beetje roze, beetje van alles. Laten we het spul erbij pakken dat we nodig hebben. En dan kunnen we beginnen. Oké, kijk eens. Ik heb super erg mijn best gedaan om hier een prachtdingetje van te maken. En dat is het toch ook geworden? Dus bij deze presenteer ik Henkie, die heel overbelicht is door de zon. Hey Toos. Bam, daar is hij. En hij is zo mooi geworden. Kijk eens, ik heb hele mooie groene velgen. Een beetje roze met zwart met roze randjes gedaan. Dan heb ik hier nog een iets ander groen beveiligingssysteem gedaan. En heb ik hier een grote pijp eruit laten komen. Geen idee waarom die pijp nodig was, maar het leek me wel leuk. Hier nieuwe koplampjes bovenop gedaan die vastzitten aan het dak. Het is zo prachtig geworden, kijk eens. Hij is zo mooi. Kijk, als je de deur open doet, zie je er zitten zelfs nog een roze randje. Hoe mooi is dat? En ik weet niet van wie deze auto was, maar het mooiste van allemaal is nog... Bam! Kijk al die rook! Kijk al die rook! Alles is roze! Nou, hoe mooi is dat, kijk eens. En hij is natuurlijk supersnel, dat is ook een dingetje. En het is wel echt een off-road auto, hè? Dus eigenlijk zou ik heel even moeten kijken hoe deze het nu... Wow, wat is hij snel! Oh, hoe deze het nu off-road zou gaan doen, deze auto. Oh jee, oh jee. Nou, dacht... Oh jee, auw! Oh ja, en hij kan ook, ik dacht dat hij niet meer stuk kon. Maar ik heb de Henkie lak verkeerd gebruikt, zie ik nu. Oh, dus ik moet even het nieuwe lak eroverheen doen. En dan kan hij ook een stukje minder stuk misschien. Of maakt het niet zo uit met deze auto? Misschien maakt het niet uit met deze auto. Ik repareer hem nog één keer. Nou, we zijn lekker onderweg richting het gebergte. Kijk eens, ik ben zo benieuwd hoe deze auto, wat test doorgaat. Doorstaat, hoe noem je het? Gewoon hoe die test reageert op test of zo. Daar ben ik zo benieuwd op. In ieder geval, hij rijdt al een stuk beter dan dat hij eerst deed. Oh, 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 oh.
au, au. Oké, nee, dit wordt een goede landing. Let op. En bam! Hier, hoppakee. Maar zoals ik dus zei, ik ben heel benieuwd hoe deze gaat reageren op een aantal tests die ik van plan ben. Zoals... Oh, dit is... Oh, vangrail, vangrail. Oh, water. Au, vangrail, au. We kunnen als eerste test wel doen deze sprong hier. Zo, hoppakee. Niks aan de hand. Hoppakee. Au, hoppakee. Au, au, au. En au, au, au. Zo. Nou, dit gaat hartstikke goed tot nu toe. Hé, hey, die lege basis. Zou ik nog toegang hebben hiervoor? Daar komen we maar op één manier achter. Ja! Oh, wacht. Dit is helemaal geen lege basis. Waarom eindig ik altijd in het water? Poging nummer 2. Ja! 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 Au, 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 jee. Au, jee. Au, 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 jee. Au, jee. Au, au. Au. Nou, dit vind ik ook een knappe landing, dit. Ah, over het dekje heen. Nou, hier hebben we ook niks mee opgelost. Ah, ik heb gewoon nog toegang hier. Ik ben hier gewoon op een hele normale manier naar binnen geslopen. Ik bedoel, geklommen. Ik bedoel, gereden. Ah, wat prachtig dat ik hier gewoon nog mag rijden. Ah, nu kan ik ook wel echt een goede snelheidstest doen. Hij is... Oh, oké, dat was Henkie Boost Button. Hij is veel te snel misschien. Oh, jij. Ja! Au! Au, au, misselijk, 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 misselijk. Landing. Dat was cool. Oké, maar ik weet dus dat deze wel heel goed is in de snelheid en in de grip en in het vliegen en in het landen. Dus misschien is het maar eens tijd dat ik een... Ha, ik heb een idee. Kijk eens, ik heb een prachtig idee. Au! 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 Mijn hoofd. Wat nou als wij gaan naar... Wah! Mountain... Is dat Mount Danger? Mount Danger! Kom, auto. Je doet het vast toch helemaal top. Je ziet er goed uit. Laten we naar Mount Danger gaan. Dit is tegenwoordig hoe ik rij, zoals dit. Hier, dit is tegenwoordig hoe een echte Henkie. Oh, dat is Mount Danger. Nou, dan heb ik het verkeerd opgezocht. Dan landen wij hier gewoon... Waarom vlieg ik zo hoog? Dan landen wij gewoon heel vredig hier. Alsof er niks aan de hand is. Kijk, zoals ik zei, zoals ik heb verwacht. Landen wij vredig hier. Landen wij vredig gewoon rustig hier. En dan moeten wij nu Mount Danger op. Let op. Nou, hij heeft onderweg een kleine opknapbeurt gehad, kijkers. En we zijn bijna op Mount Danger. Deze auto die is zo makkelijk om helemaal mee omhoog te rijden. Dat kan zo makkelijk. Oh nee, oh nee, 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 nee. Oh, auto, auto, hou vol. Hou vol, autootje. Oké, 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 dit kan ik, kijk eens. Dit kan ik, dit kan autootje. Kom op, auto. Oh, auto, kom op, auto, terug omhoog, auto omhoog. Achter, naar achter, naar achter, naar achter. Oh, naar achter. Nee, nee. Oh, nu zijn we, oh, nu, oké, wacht, misschien als ik nou zo, dan weer, en dan gewoon weer terug omhoog rijden. Nou, dat is, hoppakee, kijk. Dat is hoe zwaartekracht werkt, kijkers. Gelijk een slimme les voor jullie. Zo werkt zwaartekracht. En hoppakee. We zijn aangekomen bij Mount Danger met deze auto van mij. Die ik zelf heb gekocht en gemonteerd. En totaal niet heb gestolen van een random persoon. En boom. Hoppakee. Oké, kijkers, daar gaan we. Zijn jullie er klaar voor? Mount Danger, hoe ga je het doen? Hoe gaat Mount Danger dit probleem tackelen? Yeah, dat was een enthousiaste yeah. Oké, kom op, auto. Jij bent degene die dit moet kunnen tackelen. Jij bent degene die dit probleem moet kunnen tackelen. Van alle auto's die we ooit hebben gehad. Ben jij de echte... Au, au. Oké, oké. En dan tackelen we... Au. Hey. Dat is een mooie boom. We gaan gewoon rustig door. Oké, tot nu toe is dit oprecht de beste test die we ooit gedaan hebben. Au, naast het feit dat ik zojuist mijn motorkap ben verloren. Au. Motorkap, kom terug. Nee. Oh, en mijn deur, en mijn deur. Maar we moeten mijn motorkap redden. Het is een missie. Motorkap, ik hou je tegen. Ik hou je tegen. Oh, en mijn deur. Mijn deur. Oh, nee. Motorkap en deur. Ik hou jullie tegen. Ik heb jullie. Oh. Nee, nee, deur. Kom terug. Oh, nee, we moeten mijn deur redden. Mijn deur, kom terug. Kom nou terug. Stop nou. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb die deur. Nee! Stop nou die deur. Nu is het niet meer leuk. Nu is het niet meer leuk. Oké, nu ga ik ervoor springen. Ik hou je tegen. Nou! Deur! Hij is weg, kijkers. Oh nee, daar is hij. Kom terug. Nee, gaat de tunnel door. Blijf nou eens liggen, deur. Oh, wat een achtervolging. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Deur, niet zo bij de hand toe. Oh, wat doe ik nou? Heb ik hem nou verder geduwd? Nou, zijn de motorkap oprecht echt verloren? Aan de top daar. De deur die hebben we terug. Ah, oh, gelukkig zijn we niet twee deuren verloren. Dat was zonde geweest. Wel een motorkap en een deur. Maar gelukkig hebben we een rare pijp. Die hebben we nog. Hij is wel een beetje verbogen en zo, maar dat maakt niet uit. Ik heb nog één test voor jullie klaarstaan. Kijk eens. Nu ik erachter ben gekomen dat deze auto ook een soort van zwaartekrachtprobleempje heeft, dacht ik, wat nou als ik heel hard tegen een gebouw aan zou rijden? Zoals dit. Nou, dan gebeurt er niet zoveel. Oké, kijk eens, mijn laatste test. Daar gaat hij. Ik heb als idee om heel hard van dit gebouw af te rijden. Dan met mijn wielen te landen op het andere gebouw. En dan daarmee verder omhoog te kunnen rijden en op de meespeen te kunnen landen. Vraag me niet hoe ik op dit gebouw ben gekomen. Dat is
De wiskunde. Dan gaan we. 3, 2, 1. Een beetje Enki moves moeten gebruiken. Oké, probeer Enki. Kom op, Enki. Dit kan je. Dit kan je, Enki. Dit kan je, Enki. Au, oké. Oké. Nee, dit was raar. Dit is niet de bedoeling. Dit is niet zoals ik het gepland had. We proberen dit gewoon. En nog een keer. Daar gaan we. Kom op, Enki. Kom op, Enki. Dit kan je. Dit kan je, Enki. Je moet gewoon een goede landing hebben. Ja, 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 ja. Remmen, 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 remmen. Nee! Het ging zo goed! En yeah! Hoppakee, nog een poging. Deze keer wordt het hem. Oh, oh, we gaan wel heel hard, we gaan wel heel hard. We gaan wel heel hard, kijk eens. We gaan wel... Waar gaan we heen? Wat ben ik aan het doen? Waar ga ik nou heen? Wat gebeurt er nou? Kijk eens! Help! Ik ga te hoog! Oh, kijk eens, help nou! Oh! Terug naar de Maze Bank. Ja, en nu? Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Ik woon hier gewoon nu. Nou, kijk eens, dit is mijn leven. Mijn naam is Henky. Ik leef in de wolken. Ik ben een van de wolkpersonen. Oh, we dalen! Waar gaan we dan landen? Waar gaan we dan landen? Let op deze landing. En natuurlijk landen we in het water, hè. We landen altijd in het water. Nou, de Maze Bank, dat gaat hem niet worden. Maar misschien dat ik wel op een ander muurtje omhoog kan rijden. Oké, ik had een idee. Kijk eens, in plaats van dat we omhoog gaan rijden, gaan we proberen naar beneden te rijden. Dus vandaar. Let op. Ik zit vast. Kom op, rustig, rustig. Rustig, Henky. Rustig nou. Oké, rustig, rustig, rustig. Rustig, Henky. Dit is jouw droom. Dit is jouw droom die zojuist mislukt is. Ah! Kom op, Henky. Kom op, Henky. Ja, daar ga je, daar ga je. Kijk, we kunnen het. En dan nu. En dan nu. Let op, iets nog naar beneden. Maar niet te ver. En dan nu. Omhoog en... Ja, we rijden over de... Kijk! Kijk, we rijden gewoon via het spiegelbeeld over de Maze Bank. Het lukt, kijk eens. Kijk naar het topje van de Maze Bank. En... Beam! Yeah! Oké, dit is wel genoeg lol gehad. Dit is wel genoeg lol. Oké, ja. Oké, zo ken ik het wel. Dit gebeurt me altijd. Ah. Hey, de auto. Dat was ook knap. Misschien is het ook maar gewoon beter dat ik hem weer zwart spuiten achterlaat waar ik hem heb achtergelaten. Want volgens mij is het gewoon iemands auto. Ik weet het niet. Misschien is dat wel een verstandig plan. Zo, weet je wat? Ik zet hem wel gewoon bij me thuis neer. En dan haal ik hem morgen wel gewoon weer weg, weet je? Dan geef ik hem morgen wel gewoon weer aan Iana. Dan zet ik hem wel gewoon weer terug. Ik weet niet van wie die is, maar ik zet hem terug. Zo, parkeren we hem hier. Nou, ik vond het een leuke dag, kijk eens. De auto hebben we gelukkig weer zwart gemaakt voor het persoon, weet je? Ik dacht dat ze ook wel... Oh. Henky, heb jij mijn auto gestolen? Nee. Oh, dus als ik hier nu naar buiten loop, staat niet mijn auto op jouw oprit voor jouw garage? Nee. Dus, ik kan nu gewoon naar buiten lopen. Zonder problemen, om te kijken. Nee, dit is helemaal niks. Nee. Oh, Henky, jongen. Oh, die man ook gewoon soms. Waar is hij? Henky, waar ben je? Oh, het is inmiddels al licht. Henky, Henky. Oh, hij is ook gewoon weg. Henky, hij is gewoon weg. Oh, en kijk eens aan, jongens. Mijn auto. Nou, ik ben blij dat hij in ieder geval nog zwart is. Ik zag het al helemaal voor me dat hij hem helemaal roze, het groene zo ging maken. Gadverdamme. Oeh, daar had ik helemaal geen zin in gehad. Nou, Henky, jongen. Wat een moeilijk persoon. Laten we dan maar eens gewoon rustig wachten even hoor. Nu wil ik het gezien hebben ook. Henky, zeg maar alsjeblieft niet... Facturen. Snelheidsboete, snelheidsboete. Oh, snelheidsboete, 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 snelheidsboete. Oh, niet stoppen bij storrood, stopteken, snelheidsboete. Oh, Henky!